Hij heeft mijn goals nog niet gezien, maar ik hoop en geloof dat hij ze wel heeft gezien vanaf boven. Ik denk gelijk terug aan die dinsdag en donderdag dat hij in de kou trainde op het veld. Na de training douchen, uren onder de douche staan praten, lullen en dan weer weg. Zaterdag wedstrijdjes natuurlijk. Ik had echt enorm naar mijn zin en ik vind het nog steeds leuk om hier terug te komen. Kijk, dat was goed. Mijn talent was niet zeg maar zo geweldig dat ik boven iedereen uitstak. Dan moet je extra dingen gaan doen om dat te compenseren. Dat heb ik gedaan. Dat was de volgende stap naar NAC. Ja, belangrijk voor mezelf. Niet alleen voor mij, ook voor NAC. Maar voor mijn gevoel, ik zat er gewoon tegenaan te hikken. En op een gegeven moment krijg je ook het gevoel van, ja, wanneer gaat het nou komen? En dan op een gegeven moment lukt het. En dan is zeg maar die last die van je schouders afvalt. En dan kan je wat vrijblijvend gaan voetballen. En ik ben aan het doorbreken. En ik hoop dat je over een paar weken kan zeggen dat ik ben doorgebroken. Goed gespeeld. Boussaïd kan de achterlijn halen. Nu iemand uitkiezen. Hij kiest voor Van Hooijdonk. En daar is het. Sydney Van Hooijdonk. Voor het eerst sinds 30 november 2005. Verre Van Hooijdonk die scoort in Breda. Vanwege zijn naam al een lieveling van dit publiek. En nu ook vanwege zijn daden. De eerste goal was het echt zeg maar meer van, yes, het is gewoon gebeurd. En die blijdschap. En ja, die 2-1 Excelsior dan. Dan kijk je om je heen en dan het geluid wat je hoort. Ja, ik denk dat ik wel voor die tweede ga, omdat dat vergeet ik echt nooit meer. Kijk, bij de jeugd was het leuk om doelpunten te maken. Dan maak je jezelf blij en je team en je familie wel. Maar nu maak je zeg maar door een goal maak je 18.000 mensen blij. En dat is denk ik wel echt het grootste verschil. Ja, het was na Jong AZ begon ze dat ineens te zingen en ik denk, ja, wat is dit nou? Ik schrok er zelf een beetje van, ik wist niet goed wat ik moest doen. Maar ja, ik denk, ik ga er wel even in mee. Als jij gescoord hebt, dan kijk jij naar boven. Aan wie denk je dan? Ik denk aan opa. Ja, het was echt mijn beste vriend. Met voetbal was hij ook enorm belangrijk voor mij. Vanaf jongs af aan was hij zeg maar elke wedstrijd. Vaak bij ons thuis. En ja, dan creëer je op een gegeven moment zo'n goede band. En als dat eenmaal weg is, dat is wel moeilijk. Maar hij nam het zeg maar altijd voor mij op. Altijd met iedereen. Ik kon niks fout doen. Iedereen deed altijd wat fout. Ik niet. Ik was zeg maar gewoon zijn kind. En voor mij nam hij het altijd op. En eenmaal verder, hoe ouder ik werd, begon hij ook af en toe al kritisch te zijn. En dan zat ik meestal na de wedstrijd bij Beekfruit en daarna bij NAC aan de eettafel. En dan kreeg ik van mijn vader te horen wat niet goed was. Maar dan was het hoop altijd, nee, ik vond het wel goed. En het is altijd fijn om te horen. En ja, gewoon altijd veel liefde geven, alles voor me gedaan. Overal naartoe gereden en ja, wat ik zeg, dan krijg je een band. En die was wel echt heel mooi. Jouw recente successen heeft jouw opa helaas niet mee kunnen maken. Hoeveel pijn doet dat bij jou? Nou ja, pijn. Tuurlijk doet het pijn. Maar ik heb het een plek gegeven. Ik ben blij dat hij zeg maar, wel heeft gezien dat ik NAC 1 heb gehaald. Maar hij heeft mijn goals nog niet gezien. Maar ik hoop en geloof dat hij ze wel heeft gezien vanaf boven. Als ik één ding mag zeggen, zou ik wel zeggen dat ik heel erg veel van hem hou.